Arjan, uiteindelijk 2-0 overwinning vandaag. Ja. Het had meer kunnen zijn, ja. Maar hoe kijk je terug naar de wedstrijd? Ja, ik ben tevreden over hoe wij hebben gespeeld. Intenties. We hadden met die ploeg een paar doelstellingen vooraf neergezet. Die zijn grotendeels gehaald. Alleen denk ik dat we met slordigheden iets te veel hebben weggegeven. Ja. En aan de andere kant, in aanvallend opzicht, denk ik dat we prima tot aanvallen zijn gekomen. Maar je moet jezelf wel belonen door meer te scoren. Ja. En ook sneller van 1-0 naar 2-0. Want je weet dat dan voor een tegenstander er een ander perspectief ontstaat en dat het 1-0 blijft. Ja, uiteindelijk verdedigend heb je wel hoekschotten weggegeven, maar niet echt kansen. Denk. Ja, goed, ik moet die momenten, er waren een paar hachelijke momenten. Eén zo'n bal die helemaal uit de lucht komt vallen en op de lat komt. Keeper die hem een keer loslaat. Ja, het zijn dan meer momenten dat het even dreigend is, maar niet zozeer dat... Hoe kijk je uiteindelijk terug op deze week, samen met het team? Deze week? Ja. Nou, we hebben heel veel gestopt in aanvallen, eigenlijk bijna alles. En dat heb ik vandaag in ieder geval terug te zien. Zaterdag hebben we ook gespeeld tegen Zuid-Afrika, 1-0 gewonnen. Toen vond ik dat wat minder, slordiger, minder gecreëerd. Dus als dit dan uiteindelijk het eindresultaat is, dan kan ik daar wel mee leven. Ja. Maar met dit team kan je rustig verder bouwen naar het EK. Ja, wij gaan verder bouwen. En er waren een aantal spelers waren er nog niet bij, dus dat gaf gelegenheid voor een aantal anderen om weer erbij te zijn of hun debuut te maken. Dus in die zin nuttig. Ja, dan wens ik jou een goede vakantie en we zien ons volgend jaar zeker terug. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Dank je.